Nou, de laatste kruid heb ik weggebracht bij een oude oppas. En andere, daarvoor had ik een kaart gebracht van naar Arie. En toen vroeg het opeens me, zou je een leuk fenomeen naar Grof Veld te brengen, mee te gaan. Dus daar heb ik hem even een handje geholpen. Want is hier druk verkeer echt niet. Super tof dat je kijkt naar gewoon heel vlog. Mijn naam is Sander Pot, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker en ik kan op het moment van mijn wekker afgaan. En om 5:30 gaat mijn wekker af. Dus ja, en het is veel minder mistig dan een paar dagen terug. Voor mij was het maandag. En ik ga nu even lekker klaarmaken om lekker koffie te zetten. En lekker wakker te worden. Het is nu een beetje niezerig weer. En ik ben al richting mijn moeder aan toe, want dan ga ik daar even gezellig even langs. En tussen die tijd ga ik daarna terug, als ik mijn moeder vandaan ben, ga ik even alle kerstkaarten brengen, want die heb ik hier in mijn zak zitten. Mijn jaszak. Dan ga ik alle kerstkaarten brengen. Ja, want daar wonen die mensen juist in de buurt wonen. Maar ik zit erop denk ik, kom een paar kerstkaarten te komen, dan ga ik bij de supermarkt ga ik een nieuwe kerstkaart halen. Eerst even naar langs naar de supermarkt. En dan richting mijn moeder. Het is echt ongelooflijk, het wordt nog koud en het wordt lijkt of het alleen maar kouder wordt. Maar ja, het is niet anders. Ik ga er wel in ieder geval richting de supermarkt nu toe. Dus laten we dat eens doen. Echt, ik heb mijn capuchon opgedaan en ik heb kerstkaarten gehaald. En nu ga ik binnen onderweg naar mijn moeder. En daarna ga ik kerstkaarten rondbrengen. Maar dadelijk weer weten als ik het al rond ga brengen. Zo, ik kom niet uit mijn woorden. Dat heb ik zo vaak laatste tijd dat ik er niet uit mijn woorden kom. Ik denk dat je, ik weet niet, ben ik nou enige die altijd gewoon niet uit mijn woorden komt? Ja, laat even weten of jullie herkenbaar is of niet. Voor mij in ieder geval wel. Waarschijnlijk dat jullie reactie niet kunnen zien, maar ik kan wel laten weten wat ze ervan vond. Nou, de laatste kaart heb ik weggebracht bij een oude oppas. En andere, daarvoor had ik een kaart gebracht van naar Arie. En toen vroeg het opeens me, zou je een leuk fenomeen naar Grof Veld te brengen, mee te gaan. Dus daar heb ik hem even een handje geholpen. Want is hier druk verkeer echt niet normaal. Maar ik ga deze wel lekker rustig naar huis, richting huis. Want ik heb nog kerstkaarten gekocht. Dat weten jullie natuurlijk al. Dan ga ik dadelijk nieuwe schrijven. En ook nog dadelijk klaarmaken om lekker te eten. Want het is nu 4:30 bijna. En dan gaan we ook klaarmaken om dadelijk te eten. Alleen ik moet nog eten halen. Nou, kom maar goed. Ik ga nu al lekker richting huis toe. Lekker warm. En laatste kerstkaarten nog te sturen. Het ergste is dat ik dadelijk gewoon vergeet de allerbelangrijkste gasten van Back to Now een kaart te sturen. Hoe kan ik dat vergeten? Niet slim, maar dat ga ik nu maken dus. Ik heb natuurlijk nieuwe kerstkaarten gehaald, maar ik was de hele dag bezig. Ik heb hier allemaal kerstkaarten en heb nog eentje. Ik heb geen postzegel nog, dat ga ik ervoor regelen. Maar alle postzegels zijn nu letterlijk op. Dus vandaar. En ik heb hier ook nog één. Want eentje gaat naar begeleiding. Eentje gaat naar mijn collega. En eentje gaat naar Lucky, mijn collega. En eentje gaat naar collega. Waar ik mee bij RTW heb gezeten. Er zijn er nog meerdere. Want die krijgen allemaal ook een kaart van mij natuurlijk. Want er zijn leuke mensen. Want ik zat te denken, joh. Dus ik nu eens te bedenken, ik heb zoveel vergeten. En ik heb het als het goed is nog meer. Als ik goed heb. Nee, toch niet dus. Want ik had een paar nog meer opgeschreven bij een andere kaart. Maar ja, daar kom ik zo op terug. Ik ga die even zoeken, want die moet ook ergens liggen. Nog meer kaarten. Maar het is nu al bijna 6:30 en ik heb nog niet gegeten. Want ik was zo druk met de kerstkaarten. Oh, hallo Alexander. Hoe kan je dat allemaal doen? Hoe kan je nou vergeten om te eten, jongen? Doe is de man, jongen. Maar ja, dus wat ik al ga doen, is even lekker eten. Kan jij hebben al eten gegeven? Uur of 5. Gewoon normale tijd, die heb ik al aan de dag. Die ben ik net alleen niet vergeten. Dus. En ik zat toen volgens met iemand te appen. En die ik heel lang geleden niet in mijn vlog is geweest. Maar diegene is voor bewerking van beveiliging. En ze zat te vertellen
Dat is de eerste van de die examen ook voordoet. Voor beveiliging. Van de 30. De voie de huk. Om zo te zeggen. Dat is echt ongelooflijk knap. Dus dan zit er echt. Dan is diegene echt heel goed bezig. Echt heel knap dat je als je van de 30 een van examen kan doen. En ik was eigenlijk gisteren al bezig met de envelop te zoeken, maar deze envelop is te klein. Dus ja, maar ik moet nog ergens meer kerstkaarten hebben, maar ik zou niet durven zeggen waar ik die heb gelaten nou. Ik heb ze toch niet weggegooid. Ben ik nou zo lomp om dat te doen? Nou, ik hoop dat ze daar tegenkomen, of tegenkom. Maar dan ga ik nu even lekker van mijn eten genieten. Dus ga ik deze even lekker in de magnetron doen. En dan ja, denk ik zeker vast dat ik nu voor Ganja ga eten gegeven. Nee, deze is voor mij, Ganja. Dit eten is voor mij. Zo. Want deze, wat ik al gisteren had verteld, deze heb ik natuurlijk. Ik had deze gisteren kunnen eten, maar onverwachts ben ik bij een groep gereden, want ze gingen tacos eten en dat vind ik ongelooflijk lekker. Dus dat heb ik dan gedaan. Even kijken hoe lang die erin moet. 15 minuten, oké. Mooi. Ik kan die gelijk in de prullenbak. Waarom geef ik het aan? Waarom kan ik het niet onthouden dat het zo lang in de magnetron moet? Dus, maar ja, ik ga even daar op die eten wachten en dan ga ik lekker... relax achter de computer en die een kerstkaart zoeken die ik waarschijnlijk nu kwijt. Mijn eten is nu al klaar. Ik ga het alleen even snijden in stukjes. Maar dat leg ik vast op het bord neer. Want hij is nu al warm. Hij zat al de hele tijd te piepen, maar ik was dingen achter de computer bezig. Dan heb je ook al eens dat je dingen achter de computer moet doen. En dan ga ik dan nu weer lekker eten. En dan laten we dat nu ook gelijk even doen. En wat ik ook kan zeggen is... Hou de Instagram van bij ASVZ, dat zie je hier onder in beeld. Hou die in de gaten, want er komt een hele leuke nieuws binnenkort, wat ik kan ook vertellen. Dus volg deze Instagram. Even, zou super, super tof zijn als jullie dat zouden doen. Dan maken jullie in ieder geval mij blij en hun blij, want er gaat iets gebeuren. En wat? Moet je maar op die Instagram kijken. Dan weten jullie dat. Of mijn Instagram, of hun Instagram. Misschien heb je al eens gezien dat ik iets gedeeld heb van Instagram. Van, hou deze Instagram in de gaten. Dan kan ik je sowieso echt in de gaten houden. Check het. Bij ASVZ. Check die Instagram. Zo, mijn eten is op. En ik heb trouwens een cadeautje gekregen. Dat is een sterretje. Namelijk. Maar die ga ik ergens ophangen. Maar ik weet nog niet waar. Maar ga ik even een goede plek verzoeken. Waar ik deze ster op kan hangen namelijk. Want deze is zoiets. Lijkt me wel, ik vond het wel leuk. En dan kan er nog lichtjes ook nog in namelijk. Maar ik begin al een beetje in te kakken. En wat heb ik trouwens vandaag veel gelopen. Dat is al 16.000 stappen vandaag. Ongelooflijk veel. En ik ben wel echt dood en dood in mijn hand worden. Want eigenlijk ging ik gisteren. Uren L1 viel ik pas in slaap. Ik kon ineens moeilijk wakker slapen. Ik weet niet hoe het kon, maar oké. Maakt niet uit, ik heb kunnen slapen. Gelukkig heb ik nou weekend. Dus. Dus dat scheelt. En dan ga ik lekker uitslapen vandaag. En dan maandag lekker weer vroeg op. Dat wou ik zeggen. Maar ja, ik ga lekker bijkomen vandaag. Super leuke dag gehad vandaag. Heel veel gelopen zoals jullie hebben gehoord. Ik heb natuurlijk gelopen naar mijn moeder. Toen ben ik naar mijn vader geweest. Toen ben ik naar oude oppas geweest. Toen nog een oude oppas. En toen weer een oude oppas. Ja, ik heb vroeger best wel veel oude oppas gehad. Dat kan ik jullie wel vertellen. Naar huis en een godvrouw weggebracht met oude oppas van mij. Waar de vrouw van is overleden. Ja. Dus, maar ja, het is gebeurd. En nu in ieder geval lekker daar een beetje op zoeken en dan lekker slapen. Ja, het al is het 8:30 al. Ik ga gewoon even nu relaxen en dan lekker een beetje in en dan lekker slapen.
Dus wat ik eigenlijk gelijk wil zeggen tegen jullie is dat ik jullie allemaal wil bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben jij trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou het tof zijn als je me niet abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in een nieuwe vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. First time we were.